Als hem 6 jaar werd, kreeg hem van zijn Peter een gitaar. En dan is hij eigenlijk tamelijk hartstochtelijk beginnen oefenen. En op dat moment dan was ik er vrij zeker van dat muziek toch iets belangrijks in zijn leven ging betekenen. Tim die vroeg al van zijn 5, 6 jaar achter een gitaar. Ik dacht zo, als papa, we gaan samen naar de gitaarles. Dat was bij een muzikant en die na 3 lessen zei hij van ja, dan Tim, dat is iets speciaals, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Van kleuter af. Het enige dat hij vroeg als cadeautjes van Sinterklaas of van ons waren speelgoedinstrumentjes. Ritme zat er heel rap in, maar ook melodie. Omdat je duidelijk voelde dat hem zo aan het meezingen was met alles op de radio. Echt muziek, dat is pas eigenlijk echt later gekomen. Zo. Dan wou mijn eerste en best voor zijn verjaardag. Ik werd zoiets van, wat vraagt hij nu ineens? Zijn basgitaar was groter dan hem bijna, ja. Hallo, ik ben Jasper en ik ben hier nu in mijn kamer. Ik heb hier zo mijn studio wat opgebouwd, waar ik soms wel langs dingen opneem. Maar nu ga ik eerst mijn familie voorstellen. Ja, papa, wat ben je aan het doen? Wel, straks is er een optreden in de straat en ik ben alles aan het inladen om te zorgen dat we niks vergeten zijn. En dan hebben we als mama natuurlijk nog. Ah, mama, wat ben je aan het doen? Ik ben uw kleren aan het klaarleggen voor het optreden straks in Roeselare met de VTM Kazoen Band. Dus dat is mijn broer Sven. Wat zijn die bekers juist? Die linkerbeker is van een basket van vroeger. En die 3 andere zijn van de waterpolo. Ah, zo. Dit is dus de repetitieruimte van Bandit. Hier repeteren we toch elke week zeker. Mijn papa heeft dat vorige zomer hier eenmaal omgebouwd tot een repetitie. En nu gaan we lekkere kip eten met appelmoes. We hebben elkaar deels leren kennen bij Junior Eurosong. En dan hebben we samen met 4 meegedaan in Catnet Pop als band dan. De zon is vandaag weer eens van de partij en ze klimt aan de hemel en knipt ook naar mij. Toon en Jasper had ik al wel bezig gezien met Catnet Pop 2, want ik was toen gaan kijken. Ik weet nog dat ik die toen super knap vond. Ik ben niet te starten, ik spring in de lucht, gooi mijn twijfels eruit en ik doe wat ik doe. Ja, wel, we hebben elkaar leren kennen op Catnet Pop. En ja, dat was direct zo'n klik en we kwamen al super goed overeen. Kom wat dichter, samen zijn we onverslaanbaar. Kom wat dichter. Dat was heel leuk om te doen. Eerst hebben Jasper en ik Catnet Pop 2 gedaan. En dan hebben we met 4 Catnet Pop 3 gedaan. Dat was heel tof om dat als band echt te kunnen doen. Dan in dat jaar van Catnet Pop zijn we eigenlijk super goede vrienden geworden. Sindsdien hebben we nog altijd zo'n leuke band. Ik zie ze wel niet zoveel, maar af en toe zo'n keer. En op optredens of zo ook af en toe ook weer gaan kijken naar hun. En ja, ze zijn goed bezig, hè. Die periode dat je in Eurosong Catnet Pop is toch een periode dat we niet snel zullen vergeten. En dat we daar ook veel hebben geleerd en zo. Ja. Daar is dat een veel plezier gemaakt. Hallo, ik ben Toon. Ik ben drummer bij Bandit en ik ga jullie eens rondleiden in mijn huis. Hier studeer ik. Ik zit in het 3e jaar en ik doe humane wetenschappen. Maar daar gaan we nu niet veel aan denken. School is niet voor nu. Voilà, dat is mijn mama. Mama, hallo. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het strijken, Toon. Dit is mijn broer Robin. Robin, zeg maar eens. Hallo. Hallo. Hallo, voilà. Wij spelen soms zo nog wel eens samen. Wie bijvoorbeeld, dat is nog wel leuk om te doen. Voilà, dat is dus papa. Die is schampies aan het maken. Heel lekker. Papa, lukt het een beetje? Het wel. Het is een beetje een lievelingsgerecht van u. Dus ik ga mijn best doen dat goed komt. Ik ben ook een beetje bezig met zo wat te goochelen.
Au. Nee, niks aan de hand. Voilà. De kaars steekt door. Dit is de muziekhoek. Hier met een piano, keyboard en vooral mijn drum. Tim Thomas en ik zaten samen in de gitaarschool in Sint-Katelijne Waver, die noemt Gizon. En dan hebben we samen een band opgericht die we dan de Gizon Band noemden. En dan heeft hij eigenlijk Toon op Junior Eurosong tegengekomen, dus hadden nog geen drummer. Ja, en Toon zag dat ook natuurlijk direct zitten om met hem mee te doen. En dan, ja, zo zijn ze samengekomen. I used to rule the world. Seeds were right when I gave the world. Now in the morning. En dan zijn die zo concerten beginnen doen, vaak repetities, want we hebben dan echt vanaf dan een wekelijkse repetities gedaan. Die zijn nummers beginnen schrijven, dat gevoel van, hey, die beginnen zelf zo ineens met nieuwe nummers af te komen. En toen is het eigenlijk gestart. Toen dat wij de Gizomband waren, wij veel gerepeteerd, opgetreden op school, feesten, de Gizontour met de Mobiloom aan zee. Ook heel tof om te zien, ze zijn alle vier al 4 jaar samen als band, maar ook wel echt wel goede vrienden geworden. Als kind en nu als tiener, puber, nog altijd samen. Wij zijn alle vier eigenlijk heel verschillend qua karakter en zo, maar ondanks dat wij allemaal zo graag fun maken en zot doen en zo, en met muziek spelen, klinkt dat wel keigoed tussen elkaar. Ik ben Tim, ik ben gitarist bij Bandits en dit is mijn kamer. Hier is mijn gitaarhoekje. Hier speel ik gitaar. Deze gitaar waar ik met Bandits op speel. En dat was mijn vorige gitaar. Dit is mijn broertje Jonas. Yo, Dion, ja. Alles goed? Ja. Dion is 9 jaar en kan al zot drummen. Dion, doe eens een drumsoletje. Nice. Dat is mijn oudere broer Frank. En Frank is 19 jaar. Hij is vandaag spijtig genoeg niet thuis, want hij is met zijn vriendin, die ook op de foto staat, op reis. Dat is mijn papa. Papa, wat ze gaan doen? Ik ben even bezig met het zwembad, met de filter droog te maken. Dat is mijn mama. Hoi, mama. Dag, team. Wat ze gaat doen? Ik ben eigenlijk een voorgerecht aan het maken. Dat is perfect om het weekend af te sluiten. Ching. Er was een collega van mij die op een bepaald moment naar mijn bureau kwam en zei: Michaël, ik heb afgelopen weekend een groep gezien op een benefiet en je moet die zien. En toen is Michaël naar een repetitie komen kijken. En dat was een moment waar ik dacht van, wat een ongelooflijk talent zit er hier eigenlijk samen. We hebben dan in de studio van Guus en Water hebben we een mini optredentje gegeven voor allemaal belangrijke mensen. Iedereen was meteen verkocht met die eerste sessie die we toen gedaan hebben. En daaruit is eigenlijk het hele verhaal van Bandits gegroeid. Het is ongelooflijk hoe strak dat zij die moeilijke nummers die ze toen ook hebben gespeeld trouwens. Ze hebben daar medleys van de Police gebracht. In andere niet voor de hand liggende muzikale helden. En toen was ik meteen verkocht. Het was vooral zo het beste van onszelf. Ja. Send me out an SOS. Hallo, ik ben Thomas. Ik ben de bassist van Bandits. We zijn hier momenteel in mijn kamer, zoals jullie kunnen zien. En kom maar eens binnenkijken bij mij thuis. Hè. Deze is mijn music wall. Al mijn muziekinstrumenten hangen hierop. Deze is dus bij een chillhoek. Dat zijn dus mijn mama en mijn kleine broer. Dag mama. Hey, dag Jasper. Ze zijn, wat zijn jullie op het moment aan het doen eigenlijk? Frans. En vind je dat leuk Jasper? Nee. Dat kan ik begrijpen. Frans, dat is niet plezant. Mijn grote broer is hier vandaag nog niet thuis, want die zit nog op de politieschool. Die is bijna afgestudeerd. Maar ik kan wel laten zien, dat is hier mijn grote broer. Ze waren aan het feest, precies. Dan gaan we nu naar mijn papa, die heb ik ook nog. Dag papa. Dag Thomas. Moet jij niet op het werk zijn of zo? Nee, op een zeldzame vrije dag. Dan hou ik me bezig met deze
flauwekul. Oké, dat is wat dus wat papa's doen. Thomas zijn briefjes van school invullen. Ik heb dus ook vrienden. Raar maar waar, ik heb vrienden. Dat is Tom, die grootste. Zeg eens hallo tegen de camera, Tom. Hallo. Dat is Pieter. Ja, Sven is mijn beste maat. En, ja, ik zit daar dag in dag uit mee buiten. Hier, op dat bankje. Van het begin vond ik dat echt al een goede band. Die kunnen echt veel en ook als gewoon... Dat is, ik vind dat echt... Dat zijn vier toffe gasten. Ik vind ze echt geweldig, want tijdens optredens veranderen ze ook soms van muziekinstrumenten. En dan heb je echt zoiets van... Die kunnen precies alles. Het zijn niet alleen geweldige muzikanten, maar ze maken ook de leukste filmpjes en ze hebben de meest zotte ideeën over van alle onderwerpen. Ik wou bij jou zijn. Ze moeten gewoon blijven doen wat ze aan het doen zijn. En ik ben er zeker van dat ze op die manier nog jaren en jaren gaan kunnen doen wat ze graag doen. En dat is muziek maken en lol hebben. Ja, het is een goede band. We zijn hier vandaag in de studio van Guus om onze single Stop te komen opnemen. We hebben 2 dagen de tijd om een en ander al op te nemen. En dus dat betekent dat we geconcentreerd en gefocust moeten werken. Hey!